De urgentie van het behoud van ons bos, inclusief alles wat erop voorkomt, maar ook eronder, is niet alleen cruciaal voor het voortbestaan van Suriname in het Amazonebekken, maar ook belangrijk voor het voortbestaan van de mensheid. Daarom spant het Suriname Amazone Collectief, bestaande uit FITS, Campos, Stichting Wetenschappelijke Informatie, Caribbean Reality Studies Center en Suribras Academic Network, zich in voor een andere wijze van omspringen met de natuur. Bij de lancering van de ontwikkelingsstrategie Leven met Harmonie met de Natuur donderdagavond benadrukte professor Jack Menke de belangrijkheid van bosbehoud voor het Amazonebekken en de mensheid. En mijn pleidooi is dan ook, laten we de handen in elkaar slaan. En dan niet vergeten dat we daarbij de tribale en de inheemse volkeren nodig hebben. De inheemse zijn de traditionele kenners en behoeders van de natuur. En onze rivieren monden uit in de Atlantische Oceaan. Henk John sprak altijd over het land van Ama, Amazone, Suriname, Kommerwijnen, Marowijnen. Daarmee gaat hij aan de verbondenheid van eigenlijk het hele Amazonegebied. Toch dus het theaterstuk land van Ama is niet uit de lucht komen vallen. Henk John Weilen heeft het heleboel PI, de priesters, om het even makkelijk te zeggen, van de Eense, heel veel gesprekken gehad over ook die eenheid, weet je, op dit continent, voor de Europeanen kwamen. Rudy van Kanten, bestuurslid van Suribras Academic Network, zei dat de goudwinning en de conventionele houtoogst niet bevorderend zijn voor de natuur. Conventionele houtoogst zorgt volgens hem voor bosdegradatie. En hetzelfde vindt nu plaats op de Boven Suriname rivier, met name de rechteroever. Het is iets wat een beetje ontsnapt aan ons dagelijks nieuws. Maar het resulteert in serieuze problemen voor de Samaka-bevolking. En toevallig zag ik gisteren wel een artikel in The Guardian van de UK. Is natuurlijk niet prettig als je als land uitgerekend negatief in de publiciteit komt. Het zou juist leuk zijn als we bijvoorbeeld met waarover praten met een goed model van een groene economie naar voren kwam. Een ander probleem wat ook in al die 8 Amazonelanden is, dat is narco. Dat is ook een serieus probleem. Dat zij productie en of doorvoer. Met de launch van de ontwikkelingsstrategie Leven in Harmonie met de Natuur geeft het Suriname Amazon Collectief het startsein voor een nieuwe ontwikkelingsstrategie voor Suriname om haar status als meest bebost land veilig te stellen en welzijn en gedeelde welvaart voor alle Surinamers te garanderen.